Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Minecraft. Vandaag zijn wij weer eens op de Hypixel server en we spelen een minigame. En de minigame heet Paintball. En ik denk dat jullie allemaal wel weten wat paintball is. Bam, ik had de kill. Dat is de kills, dat heb je niet bij paintball, maar hier dus wel. Dit is een minigame. Dus alles kan in minigames. En simpelweg. Je hebt dus hier van die sneeuwballen. Erg leuk. Hoppa, allemaal kills. Oh. En daarmee moet je dus andere mensen van het andere team proberen te raken. En zoals je ziet, we zijn geel. Omdat we ook het geel meelopen, zeg maar. En er schiet ook niemand op ons. Dat is een goede manier om te weten of er iemand bij je hoort of niet. En nog steeds als je iemand raakt, dan hoor je pliem. Oh, die is geel. Ja, dat wist ik wel. Wist ik wel. dat ging niet helemaal goed. Triple shot. En ja, dus dan verdien je. Oh. Dan verdien je dus coins. En met die coins kan je dan weer dingen kopen, zoals die triple shot. En weet ik veel wat je allemaal meer van boosts en upgrades en dingen kan kopen. Ik heb hier diamanten. Ik weet niet precies wat je daar aan hebt. Als je diamanten een keer gooien, want ik zou ze toch eerder houden, maar goed. Dat is helemaal zijn keuze. Hey, oh, dacht even dat ik hem op kon pakken. Maar dat was niet zo, dus jammer. En dan ja, als je een beetje goed team hebt, dan zit je zelfs hier een beetje te spawn campen. En dan. En de manier waarop je wint, dat is ook wel leuk om even te zeggen. Is, je ziet daar rechts, zie je yellow, white en kills. Nou, de kills, dat spreekt voor zich. Dat is hoeveel mensen je hebt afgemaakt. En dan, oh. Au, dat was niet leuk. En dan, bij yellow staat hoeveel levens wij nog hebben, zeg maar. Dus al gaat ons team nog 107 keer dood, 106, 104, weet je wel. Dan hebben wij verloren en dan gaat wit 94 keer dood. Dan hebben zij verloren. Dus het is zeg maar proberen zo min mogelijk zelf dood te gaan. Zoveel mogelijk van dat andere team neer te schieten. Zodat hun, hun teller zeg maar als eerste het nul raakt. En dan heb je gewonnen. Een soort van, ik geloof dat het ook zo op Battlefield werkt. Als je met gewoon een team deathmatch, ik weet niet hoe het heet. Ik wil geen Battlefield, maar ik heb het wel eens gespeeld en volgens mij werkte het zo. Maar ja, grote kans dat ik het fout heb. Dat was een beetje lek. Oh, nog een beetje. Dat is een beetje jammer. Maar dat zal wel aan mijn stomme kut internet leren. Oké, okay, dus oh. We moeten wel hier bovenop komen. Ja, oké. Okay, dus we hebben 10 kills. Dat valt wel mee. Ik heb wel sportjes gehad, had ik gewoon 25. En nou wil ik niet zeggen dat ik heel goed ben hoor, maar ik ben echt gewoon heel goed. Nou, nah, dat valt wel mee. Oeh, die boom ziet er netjes uit. Maar we gaan niet op de bomen letten. We gaan op de mensen letten. En mijn tactiek is gewoon een beetje mensen in mijn vizier krijgen, zeg maar, en dan gewoon die sneeuwballen spammen. Zie je, het schijnt best goed werkt. Hier, ik pak nog twee. Kijk, en als je zoiets hebt, wat ik dus net had, dan heb ik gewoon een 5 killstreak. Bam. Wow, hallo. Zo, dat waren er opeens een hele hoop. Niet normaal gewoon hoeveel. Maar goed, dat is dan een mazzel als je in zo'n situatie terechtkomt. Want ik geloof dat ik een 3 had of zo. En dat is dan vrij netjes. Even kijken of we hem kunnen snipen. Nee, jammer. Oh, hallo. Auw. Ik had hem bijna. En waar ik wel last van heb. Is dat ik zeg maar. Wat was dat? Oh, iemand activeerde Rambo. Wat dat ook is. Oh. Ging ik weer dood. Maar ja, als je dus zo'n situatie hebt, dan heb je wel mazzel. Want dan kan je heel veel kills achter elkaar maken. En dat is dus zeg maar hoe je snel een beetje coins krijgt, zodat je dingen kan kopen. Ik heb nog niet echt gekeken naar de dingen die we kunnen kopen. Dus daar zullen we zo ook wel even naar kijken, denk ik. Is misschien wel leuk. Hallo! Had ik hem? Ja, ik had hem. Strong arm. Ja, je kan dus allemaal dingen kopen.
Hallo. Ja, waar ik dus last van heb is dat ik sneeuwballen blijf gooien als ik dood ga. Maar goed. Ik weet niet, dat is... Ja, ik spam gewoon mijn rechte muisknop. En dan het gebeurt meestal. Waar kwam die nou weer vandaan? Die zag ik niet. Maar goed. 26 kills, zie je? Ik zei niet dat ik goed was, maar ik ben best wel goed. Kom op. Ah! Ik had hem. Ik had hem gewoon. Ah, blijkt me niet. Hé, hey, nog een rambo. Ik schrik me steeds de kleren als dat... als dat geluidje er komt. Oké, okay, dus even kijken of we nog meer kills kunnen pakken. Nee, blijkbaar niet. We staan wel voor met 3 punten. Dus dat is beter. Oh, er zijn de gasten daar. Hallo. Oké, okay, ik loop nu deze kant op. Zoals ik de hele tijd al loop. Hé, hey, gele. Daar is nog een gele. Hoppa. Ah. Ik kan wel zeggen, wat ben jij? Hier. Zie je dus ook hoeveel... Oh, je kan hier dingen mee kopen. Nou, zie je, je kan hier dus ook dingen mee kopen. Revenge. Kill the player who killed you last. Oké. Ik weet niet wat dat deed. Maar je kan... je kan hier dus dingen mee kopen en dan... Spawn fire 30 chickens. Spawn. Oké, leuk. Nou, ik heb een achievement. Leroy. Wat dat ook betekent. Ik heb er nog meer. Dus ik kan nog meer dingen kopen. Rambo. Nou, oké. Ik weet niet wat dat deed, Rambo. Ik kan wel vet snel lopen. Dus dat is best wel chill. Ja, dat vind ik vreemd. Nu zie je de punten gaan naar beneden, mijn kills gaan omhoog. De volgorde van die dingen verandert. Oh, hallo, Rambo on. Hallo, Rambo. Jumbo, maar goed. Het was geen reclame, ik word niet betaald door Jumbo, maar goed. Oké, ik overleef het. Nee, hij gaat even dood. Dat is jammer, ik ben mijn Rambo kwijt geloof ik. Hey, loop sneeuwbal uit die kant. Dus, toch ook. Ik had even wel wat heen. Gewoon van voor de YOLO. Voor de YOLO. Oh, hallo. Chuck, ik had hem. Hey, kom eens hier. Ja, heel goed. Nee. Oké, hoeveel kills zit ik? Ik zit op 30. Ja, weet je. Dat is gewoon hoe ik rol. Want ik ben gewoon zo'n baas. Ho. Hallo. Ik had wel 2 mensen, dus dat is netjes. Weet je, ik ben altijd blij als we... Niet als we dat doen. Als ik bijvoorbeeld 2 kills krijg en dan ga ik dood. Want dan weet ik dat ik positief zat. Dat vind ik echt gemeen. Zo meteen als ik spawn uitloop bijna. Oh, wit heeft gewonnen. Dat is jammer. We hebben niet gewonnen. Ja, doe maar stoer. Niet zo luid, jullie. Hey, hallo. Vuurwerk, ja, oké. Okay. Dus we kunnen hier ook dingen kopen, geloof ik. De shop. Ja, het zijn allemaal perks, zeg maar. Ja, oké. Okay. En die kan je met die coins kopen hier zo. Kills, 137, netjes 2 keer gewonnen. Heel veel geschoten, maar het maakt niet uit. Oké, okay, laten we een nieuw potje gaan zoeken. Oké, okay, dus we hebben hier nog een potje. Hey, ik schoot niet. En dit is een interessante map. Deze heb ik nog niet gespeeld, zeg maar ooit. Maar hij ziet er best leuk uit. Dus laten we hem gaan spelen. Ik weet niet hoe die heet. Ik wou hem. Zo, dat was echt gewoon een sniper. Au. Ik weet niet hoe deze level heet. Hoe dit level heet eigenlijk. Ik wou het jullie eigenlijk wel vertellen, maar ik ben het alweer vergeten. Hoppa, sniper. Hoppa. Kijk. Oeh. Ik ga wel erg netjes. Hoppa, zo. Oké, we gaan wel hierheen. Oké, daar kunnen we dus niet in komen. Dat is slim op zich.
Oh, er stond er iemand daar bovenop. Ja, maar het maakt op zich niet uit hoe deze level heet. Het is wel een goede manier om zelf naar Hypixel te gaan. En deze levels te checken. Want er zitten wel een paar leuke. Yeah! Ik schrok me echt de kleren. Klerenpoten. Precies, kippenpoten, kleren. Hoe je het ook wil noemen. Ik schrok me de wow. Ja. En wat was ik? Ik was het aan het zeggen geloof ik. Ik weet alleen niet meer wat. Nou ja, dat zal allemaal wel. Oh, hallo. Hey, ik vond hem gehad. Wat is hier beneden? Er is hier iets. Ze dus moeten stoppen met die lightning, ik schrik me steeds de kleren. Oh, dit is een span, geloof ik. Chaka kill. Ha, nog een kill. Kom dan, hier nog een kill, granddad. Ik heb steeds dezelfde. Dat is het leukste. Ja, dat was jammer. Ja, we zullen hier gaan spawn campen, want het is een beetje zielig is het wel. Een beetje. Oké, dit keer schrok ik niet zo erg. Het zijn wel een hele hoop kippen, maar goed. Lightning, die mag ik niet. Laten we even het geluid een tikje zachter zetten. Zo, misschien schrik ik de volgende keer wat minder. Oké, hallo. Ik had jou al heel veel keer beschoten. En jou ook, oké. Maar goed, als zij op het dak kunnen komen, dan kan ik dat ook. Dat weet ik zeker. Ja, hier, het dak. Ha! Ik schrok nu. Wat is dit nou weer? Oh ja. Ik weet het. Dit was een nuke. Zeg maar een MOAB van Modern Warfare 3, maar dan in Hypixel server. Op de. Ja, ik weet niet wat ik wou zeggen. Maar het is gewoon iedereen van tegenstander partij gaat dood. Als die van jou is tenminste. You don't have any boosters. Oké. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze minigame. Laat me weten of je hier meer van wilt zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de volgende minigame. Of iets anders. Ik weet niet. Later!